Hoi! Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Kopvissen dan. Vandaag gaan we het hebben over, is het makkelijk een groot aquarium te hebben? Dit antwoord kan ik heel kort mee zijn, ja. Het is super makkelijk om een groot aquarium te hebben. Eigenlijk, hoe groter, hoe makkelijker het is. Makkelijker wil niet altijd zeggen minder werk, maar qua onderhoud, ja, het is gewoon een stuk makkelijker. Ik ben begonnen, net als bijna iedereen denk ik, met een heel klein aquariumpje, zo groot. Ja, ik vond het voor mijn gevoel was ik daar altijd mee bezig. En dit aquarium is gewoon één keer per week, ben ik hier een half uurtje, uurtje aan kwijt qua onderhoud. Dat is super makkelijk. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat alles wat je doet is iets groter, waardoor je meer werk hebt. Met name de waterwissels, die duren een stuk langer dan je 60 liter aquariumpje. Het is 10 keer zo groot. Het duurt dan niet 10 keer zo lang. Weet je, je wordt er ook slimmer in en handiger. Zo heb ik hier een slang die ik ervoor gebruik. Kijk, ik kan die laten zien. Dit is een, volgens mij, lekt. 8,5 meter slang heb ik hiervoor gekocht. Deze gebruik ik om hier via de deur naar buiten te doen. Om het hoekje zit er een put bij mij. Daardoor laat ik het rechtstreeks inlopen. Als het erg droog is geweest in de zomer, dan laat ik het gewoon op het gras lopen. Groeit het gras goed van. Dus daar geen gezeur meer met emmers. Ik weet nog wel, in het begin liep ik altijd met van die emmers. Over de vloer liep veel water. Want dan deed ik natuurlijk toch het randje vol. Dan dacht je dat je sneller klaar was. Maar uiteindelijk loop je altijd net zoveel als je het eruit haalt. Hoeveel je die emmer ook doet. Dus ja, waterwissels is gewoon wel meer werk, maar je wordt er ook wel slimmer in. Nu heb ik wel, als ik eerlijk ben, een te kleine slang gekocht. Kijk, dit is een standaard slangetje die je kan kopen. Volgens mij voor de kleine tetras. Dit is een slang van Eheim. Ja. 12 tot 16 mm. Ja, dat duurt wel lang. Heel eerlijk had ik daar een wat grotere voor moeten kopen, want dan gaat het wat sneller. Voordeel is wel dat je goed kan overhevelen. Ik gebruik altijd deze. Sluit ik erop aan. En dan kan ik mooi de bodem goed schoonmaken. Ja, ik vind dat zelf eigenlijk nooit heel veel werk. Ik vond het met een kleinere aquarium vond ik het veel lastiger. Want als je dan een klein beetje grind omhoog zoog, was gelijk je plantjes vielen eruit, je decoratie viel erom. Hier heb je tenminste een beetje ruimte waar je ertussen kan. In het begin gebruikte ik op deze slang nog een klein pompje. Ik dacht dat het sneller was, maar dat maakt eigenlijk zo weinig uit dat ik daarmee gestopt ben. Puur eigenlijk alleen omdat het altijd een beetje gescharrel was of een klein beetje grutten was. Hoe ik de stroom naar het pompje kreeg en dan een pompje goed op de bodem. Want mij is altijd geleerd dat je moet afzuigen vanaf de bodem, want de meeste nitraten en nitrieten zitten op de bodem. Maar ja, ik ben ermee gestopt en het water ging vrijwel even hard. Toen dacht ik, joh. Waarom doe ik nog steeds met een pompje? Laat dat pompje lekker zitten. En de slang kan toch niet veel meer water aan dan je op dat moment doet. Ik vul het aquarium dan met mijn tuinslang. Ik heb een aparte tuinslang gekocht voor het vullen. Ik gebruik daar een automatische gaspol voor. Die rolt zichzelf weer automatisch op en weer leeg. Ik doe altijd wel het eerste water er even uit halen voordat ik hem in mijn aquarium hang. En dan check ik de kraan, stem ik af. Met een bepaalde temperatuur dat ik denk van dit is oké. En dan sluit ik hem erop aan en dan laat ik hem lopen. En dan zet ik de slang middels deze klem. Doe er altijd wel een doekje tussen. Zo op het aquarium. En dan laat ik hem langzaam vullen. Dus ja, dat zaken een beetje de waterwissels. Het glas hou ik altijd schoon met een klein sponsje. Deze zijn super moeilijk te krijgen bij mij altijd in de regio. Dus ik zorg altijd dat ik een voorraadje heb van een stuk of 3 à 4. En als ik dan bij de derde ben, dan begin ik te zoeken met alle supermarkten in de buurt van, joh, er zijn ze nog. Dit krast je glas niet, dat is wat je wil. Je moet altijd wel opletten dat hier geen steentjes tussen komen. Wanneer je hier onderaan gaat schoonmaken van, joh, dat je glas eronder zit. Super makkelijk. Daarnaast heb je hier filters. Ja, zoals ik al in een eerder filmpje liet zien, een filter schoonmaken is niet heel veel werk. Je moet er gewoon even tijd voor maken. Maar hoe groter de filter, hoe minder je dat eigenlijk hoeft te doen. Ik gebruik bijna geen fijn filterwol, dus dit slippen doet je bijna nooit. Eens in de 2 maanden kijk ik er altijd even naar. Maar er zijn ook maanden waarbij je eigenlijk nog helemaal niet zo heel vies is. De schroef maak ik gewoon dicht.
De bovenste maak ik even schoon en de rest laat ik gewoon zitten zoals het zit. En dan gebruik ik de volgende keer, kijk ik daarna en dan denk ik van ja, misschien moet ik het nu even schoonmaken. Wel is het zo met een groot aquarium dat de vissen ook vaak groter zijn in je aquarium. Dat wil niet altijd zeggen, maar de reden dat mensen een heel groot aquarium vaak willen is omdat ze grote vissen willen. Ja, die zijn wel gewoon vuiler en verbruiken meer voer. Dus je moet ook echt wel grotere pompen hebben. Bij mij is het niet heel erg, want mijn Hero's Aquarium zijn nog niet heel groot en nog niet heel erg gefilterd. Maar je hebt best wel kans dat wanneer ze groter worden, ze een stuk meer gaan eten en ook meer uitgescheiden. Waardoor je beter moet opletten of je filters en onderhoud toe zijn. Het voordeel van een groot aquarium is dat je waterwaardes een stuk stabieler zijn. Als er iets vuils in het aquarium zit, stel er gebeurt iets heel geks, je hebt net je handen gewassen en er zit nog een heel klein beetje zeep op je handen en je komt in een groot aquarium. Ja, je waterwaarde zal niet heel erg snel van slag zijn als je dat vergelijkt met een 60 liter aquarium. Want de vervuiling is een ratio 10 keer zo klein. Stel dat er één druppel zeep op 60 liter zit of op 600 liter, ja, dat verschil is wel duidelijk denk ik. Dus een groter aquarium is een stuk stabieler water, waardoor het eigenlijk ook wel weer makkelijker is om je vissen te onderhouden. Kleine kanttekening is wel dat wanneer je vissen ziek zijn, je hele bak ook echt een hoop medicatie nodig hebt. Vandaar dat het altijd wel handig is als je een heel groot aquarium hebt, je echt wel een quarantainebak erbij te hebben. Dat bespaart je een hele hoop moeite en een hele hoop ergernis. Ik zelf heb ook een extra aquarium, die staat nu op dit moment uit. Maar wanneer ik denk van joh, ik ga over een tijdje weer nieuwe vissen halen, dan zorg ik dat de kleine pomp gaat draaien op het kleine aquarium samen met de pomp die erbij zit. Laat ik hem 2-3 weken lopen en dan is het vaak wel stabiel genoeg om nieuwe vissen te introduceren. En dan begin ik met de kleine aquarium om vissen te laten wennen. En dan kan ik goed in de gaten hebben, worden ze ziek, zijn ze ziek. Zo ja, dan kan ik ze in het kleine aquarium behandelen en dan is het niet gelijk een hele grote aquarium. Een zootje. Nu zag je in een van mijn allereerste video's dat ik witte stip had. Is gelukkig ook goed te behandelen in een grote bak. Het kost alleen een stuk meer medicijnen. Maar hoe is het nou om een groot aquarium te hebben? Ja, ik zelf vind dit echt super tof. Ik vind het is echt een statement als mensen binnenkomen in het huis. Het eerste wat ze altijd doen is lopen naar het aquarium, kijken naar mijn visjes, vragen naar mijn visjes hoe het is. Terwijl ik zelf niet heel veel praat over mijn visjes tegen andere behalve hier op YouTube. Het is echt een eye-catcher. Kleine kinderen vinden het super tof. En ik zelf vind het eigenlijk heel erg leuk. Maar bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments. En tot de volgende keer. Joejoe!